dacht toevallig aan jou. Yo, welkom bij een nieuwe video bij Guinness Random Videos. Ik zie dat ik een beetje donker ben. Ik ga even het licht aan doen. Ja. Dames en heren, dit is een nieuwe video. Zoals je hebt gezien. En zoals de mensen die een nieuwsbrief ontvangen of zijn lid, ze hebben een account bij Daily Paper, wisten dat er een mid-season sale was. Volgens mij is het nu gecanceld, denk ik. Moet je even kijken naar de Daily Paper website. Ik heb namelijk dit besteld, zoals jullie weten, op de beschrijving. Of misschien zet ik het op de beschrijving. Ik heb namelijk een nieuwe Daily Paper item gekocht. Het was echt goedkoop. Het kostte eigenlijk €39,95. Afgeprijsd naar €14 of €15,95. En ik zeg je eerlijk, ik vind dat echt een mooie actie. Dus ik heb het gedaan. Ik heb het besteld. Kijk, hoe ziet het eruit? Dit. Daily Paper. Ja, of staat op Daily Paper. Alright. Misschien degene die het heeft bezorgd. Volgens mij die bezorger van Postla voor deze locatie is echt hard bezig. Elke dag pakketten bezorgen en ophalen. Dat noem ik passerswerken. Dus dit is, de artikel heet S-Beam. Size OSFA, color navy, N-A-V-I, Griekse ei, N-A-V, Griekse ei. Je krijgt hier ook return instructions, als je er niet tevreden mee bent. Oh, hier is hij. Als je niet tevreden mee bent, dan kan je via deze brief het lezen hoe je het terug kan sturen. Er staat ook een adres op. Alright. En dit is het dan. Daily Paper muts. dit is het, dames en heren. Daily Paper. Ik zeg je eerlijk, ja, ik heb een Daily Paper muts gehaald. Blijf kijken, dan laat ik je zien hoe mooi het staat op mijn hoofd. Want de koude dagen komen eigenlijk aan, denk ik. Was echt een paar dagen geleden was het echt goed koud geworden. En ja, ik zag iemand met een muts, toen dacht ik van, en opeens krijg ik deze bericht van mid-season sale van Daily Paper. En toen dacht ik, hey, dit is echt een mooie prijs voor die muts. Dus dit is hem dan. Hij is heel mooi. Super simpel, one size. Dit is hem dan, dames en heren. Daily Paper muts. Deze heb ik voor €14 of €15,95 gehaald. Dus ik ga nu laten zien hoe het eruit ziet op mijn hoofd. En ook kijken of die past op mijn hoofd. En ik zie dit, jullie zien alleen maar zwart, toch? Maar kijk, dit is de logo, zo groot. Dit is zwart, maar de rest van de muts is navy. En navy is volgens mij een soort donkere blauw. Alright, nou, ik ga even passen hoe het eruit ziet. Er zit hier ook nog eens een kartonnetje in. Dan blijft die mooi recht, weet je. Oh, die zit vast aan dat ding, oké. Alright, hier wil ik even passen. Kijk, wat staat hier ook? 100% acrylic, made in Turkey. Wauw, wow, mooi man. Alright, echt gepast. Ja, hij zit gewoon goed. Hij zit gewoon goed hoor. Dit kan ik een beetje omlaag doen. Dan zit hij gewoon goed. Het is one size dus. Alright, nou dit is de muts trouwens heren. Kijken, staat die goed? Even kijken. Ja, het staat wel goed. Ja, joh. One size. Voor fucking €14 of €15,95. Dacht ik zo van, voor een Daily Paper muts. Goed idee. Zo, ik moet hier weer gaan scheren. Met de scheermes. Want die haren beginnen hier weer te komen. Dus ja, dames en heren, dit is dan de muts.
Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij mijn volgende video. Wanneer ik iets heb besteld of zo. Wie weet koop ik iets leuks weer. Dus ik hoop het wel natuurlijk. En dat het mij past natuurlijk. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Zie jullie bij mijn volgende video. Alright. Laters. Peace. God bless. Love. Je weet zelf. Ciao.